Waarom ga jij mee? Ja, best prima, ja. Leuk te komen. Ik wil Den Haag van het water zien. Ja, ja. Heb je dat nog niet gedaan? Nog nooit. Nee, nee. Dat is leuk. Roel. Ja? Waarom ga je, waarom maak je die tocht? Nou, het is zo. Jiske is dus een internetvriend. Ja. En die kwam naar Nederland, naar Den Haag toe. En toen zei ik, joh, zou je het leuk vinden als ik je zo'n trip aanbood? En toen dacht ik van, nou, als wij gaan, misschien willen er meer mee gaan. Ja. Toen heb ik het dus geplaatst op Open Koffie. Ja. Er zijn een paar reacties geweest. Ik heb een paar dingetjes rondgestuurd van, wil jij mee, wil jij mee, wil jij mee. En zo is dat clubje uitgebreid. En ik ben hier eigenlijk als vreemdeling, maar via de internet ken ik al deze mensen. Nee, niet allemaal, maar ik ken ze via hun foto's, via de internet. Ja. Dus ergens iets gemeens. Ja. En dat is gezellig als toerist hier binnen. Nou, mensen tegen te komen waar ik mee kan praten en ervaringen verwisselen. Ik ben straks benieuwd naar je reactie, want het is natuurlijk hartstikke leuk om dat te horen van iemand die normaal gesproken niet in Nederland is. Ja, nou normaal zit ik hier helemaal niet. Ik ben echt een echte Amerikaan. En je zit dus in Californië? Ik zit in Californië, een beetje ten zuiden van San Francisco. Ja, ja. Maar ik heb hier vroeger gewerkt, dus ik heb zekere banden met Den Haag. Ik zoek mijn jeugd weer terug. Kijken of we iets kunnen vinden. He? Ik was hier vrijgezel een lange tijd geleden, dus in mijn vrijgezellenjaren heb ik hier doorgebracht. Ja, leuk. Nou, bedankt. En ga jij ook mee? Nee. Jij gaat niet mee.